In deze vlog nemen we je mee naar de Kunsthal Rotterdam. Hier bezochten we de tentoonstellingen Circus Europa van Michael Quim, Thinner Spirits van Gijs van Lid, De Donkere Kant van Dick Bruna, Chinese Reis van Elie Dijkers en de Hyperrealisme Sculpturen tentoonstelling. Het woord museum is via het Latijn in onze taal terechtgekomen. Oorspronkelijk is het afkomstig van het Griekse woord museion, dat staat voor een plaats of tempel gewijd aan de Griekse godinnen van de kunsten, ook wel de muse genoemd. In de Renaissance ontstond de betekenis die we vandaag de dag nog kennen, namelijk een gebouw met daarin verzamelingen schilderijen, beeldhouwwerken en andere kunstvoorwerpen. De museion collectie van masterpieces bestaat uit een aantal kleine replicabeelden van kunstvoorwerpen of kleine objecten zoals geschilderd in schilderijen van bekende schilders. Een aantal voorbeelden zijn Duivel op nachtstoel en Gedrocht met paard uit het drieluik Tuin der Lusten van Jeronimus Bos. Een bol met engelen en duivels van Escher. Beelden van Gustav Klimt, genaamd De Ridder en Poëzie. Breng de collectie van masterpieces bij u thuis en word deelgenoot aan kunst.